Rutte Barrel Aged Genever. De naam zegt het al, dit is een jenever die op houten vat gerijpt is, maar liefst 5 jaar lang. En we hebben daar allerlei verschillende soorten vaten voor gebruikt. Nieuwe eikenhouten vaten, maar ook gebruikte, bijvoorbeeld bourbonvaten. Verder is dit 100% moutwijn. En we hebben in de granenmix waar we de moutwijn van gemaakt hebben, wat meer gerst gebruikt dan anders. We gebruiken tarwe, rogge, mais en gerst, maar hier zit meer gerst in. En daardoor gaat het een beetje richting die malt whisky smaak. Nou, hoe maken we het nu? We hebben de moutwijn met veel gerst erin. 5 jaar lang op houten vatten rijpen. Dan krijg je dus gerijpte moutwijn. En dan worden er botanicals aan toegevoegd. Botanicals die heel gebruikelijk zijn bij ons, zoals jeneverbes en koriander en engelwortel. Maar speciaal is hier dat we ook oranjebloesem gebruiken. En oranjebloesem, dat is een bloemetje van de sinaasappelboom. En die heeft een ontzettende fijne honingachtige geur. Echt lekker. Hoe drinken we barrel aged? Het lijkt heel veel op whisky, dus je kunt het natuurlijk heel lekker puur drinken. In het nosing en tasting glas, zodat je goed kunt walsen, lekker kunt ruiken. Nou, dat is heerlijk. Ook heel fijn met een blokje kaas. En dan zou ik echt oude kaas nemen. Dat is lekker bij die gerijpte jenever. Jenevers zijn ook erg lekker in de mix. Bijvoorbeeld met ginger ale. De nieuwe gin tonic, jenever met ginger ale. Proost! Heerlijk.